Deze beschouwing die gaat over atheïsme. Mijn dochter is zelfverklaard atheïst. En ze heeft beloofd, ik hoop dat ze dat doet. Dat zal wel, dat ze woensdag komt eten. Vind ik leuk. Dan spreek ik haar weer eens. Het liefste zou ik haar elke week een keertje zien. Hoeft niet al te lang of zo. Maar een hapje eten en een potje schaak. En dat elke week, dat zou ik het liefste hebben. Ik weet niet of dat erin zit. Ik leg bij neer bij dat wat er wel komt. Ja, ik ben gescheiden en zo. Hè. Dat maakt het allemaal niet zo makkelijk. Maar dan nog mag ik blij zijn als vader in deze tijden dat ik nog contact heb met het kind. Mijn dochter is zelfverklaard atheïst. Met haar heb ik nooit een gesprek gehad over, noem het maar metafysica. Wel over fysica. Dus over psychologie, en dat is fysica. Ik weet nog dat ik met haar een keer in de auto zat, op weg naar mijn moeder. En zij wilde de radio aan en ik heb daar zo'n pestekel aan. Hè. Maar ik wil niet altijd nee zeggen. En deze keer zei ik van, nou oké, deze keer mag het. En zo'n vrolijke DJ en die draait er van die nummertjes en zij kent die nummertjes dan allemaal. En ik vind het allemaal, ja goed, nou, dat maakt niet uit. Ik zit hier niet om te zeuren. Maar... ik zat niet om te zeuren. Hè. Maar er kwam dan ook zo'n pratenstukje tussendoor. En wat hadden ze nou gedaan? Ze hadden een onderzoek gedaan naar de smaak van Coca-Cola. En dan hadden ze echte Coca-Cola genomen. Maar dan laten proeven door proefpersonen. En dan ging het erom dat die proefpersonen moesten zeggen welke cola ze het lekkerste vonden. En dan was er een batterij met cola. En die stond geserveerd in koffiebekers. Stenen bekers, porselein, hoe noem je dat? En die andere, dat was geserveerd in een Coca-Cola glas. Have a smile, have a coke. En wat die proefpersonen niet wisten, was dat het ging om één en dezelfde cola. Dat was geen verschil. En die bekers en die colaglazen, die waren allemaal in dezelfde vaatwasser geweest, dus die waren even schoon. En de vraag was niet, wat drinkt het prettigste? Nee, de vraag was, wat smaakt het lekkerste? Welke cola vind je het lekkerste? Dus dat moet je goed proeven. Het ging om het proeven. Nou, wat bleek, de cola in de colaglazen, die vond... Die vonden de proefpersonen het lekkerste. Ja, die cola in die koffiebekers, ja, dat is toch... Nee, die was niet lekker. En mijn dochter, die smult daarbij, hè. Oh. Dus ik tegen haar van, ja... Dat is de mind. Hè? Dat is de mind van de mens. De mind, het begrip, het onderscheid te maken tussen jouw aanwezigheid als mens... en het feit dat je een mening hebt... Dat laatste, dat is het onderdeel van de mind. Dat heb ik nog hier in huis. Hier in huis heb ik opgeruimd. En er zijn dus een aantal dingen die zijn van plek veranderd. En dan sta ik 's morgens op en dan doe ik toch automatisch... grijp ik in het verkeerde keukenkastje naar de... En denk ik, oh ja, nee, ik heb het veranderd. Zo, hè? Ja, je kent dat wel. Doe het zelf maar eens, hè? Hou maar een experiment met jezelf. Dan moet je de koffiebus moet je maar eens in een ander kastje zetten. En dan kijken of je de volgende ochtend... En natuurlijk de volgende ochtend let je erop, hè, maar de dagen daarop. Hè. En dan op een onbewaakt moment, en oh ja, en dan pak je weer het verkeerde kastje. Maar dat is je mind. Dat is niet je aanwezigheid. En iemand als Osho, Bagwan, ik weet niet, wordt hij ook wel genoemd. Hij is nou overleden, hij is vergiftigd, by the way. Bagwan, die heeft daar veel over verteld. Die weet ervan. Dus jouw hersenen, hè, die moleculetjes die onder je schedeldak zitten, dat is niet alles. Ja. Dat is niet je gehele aanwezigheid. En je aanwezigheid overstijgt dat. Ga Osho maar goed lezen. Je hoeft niet te doen wat hij zei, want hij was ook zo'n propagandafiguur van neuken, 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 op los. Ja, dat zal je mij niet horen zeggen. Maar er zat wel wat in. Veel mensen zijn gefrustreerd met seks en zo, hè? En die frustratie, daar word je niet blij van. Maar goed, terug naar de wezenlijkheid en het atheïsme natuurlijk. Hè? Dus ja, de metafysica, dat is iets anders dan fysica. En fysica houdt zich bezig met zoiets als mind. Iets als mind control. En wat gebeurt? Het gebeurt op de media. Als je weet hoe die jokers werken. Ja, dan zie je het. Zoals Johan Cruijff zei van ja, als je het snapt, dan zie je het. Of wat zei hij nou, als je het ziet, dan snap je het. Maar je moet het eerst even inzien en dan snap je het wel. Of je moet het snappen en dan zie je het wel in. Johan Cruijff, ieder nadeel heeft zijn voordeel. Maar zo is dat met die mind control ook. Mind control is fysica. Het is vrij simpel hoor, om massa's te beïnvloeden. Als je weet wat je moet doen. Dat is allemaal het gebied van de fysica. De psychologie, en psychiatrie. Het is allemaal fysica. Scheikunde is fysica. Koken is scheikunde, dus fysica. Ga maar door. Ja. Ik ben momenteel aan het inspreken in de microfoon. En dat gaat door een kabel, een XLR-kabel, dus dat is een gebalanceerd signaal. En het gaat in een ADC-converter, of een AD-converter, dus een ADC. En er komt een USB-kabel uit. En die gaat in een USB-hub. En die hub die gaat mijn Mac in. En, nou ja, dat is allemaal fysica. Fysica is niet alles. Dat is het hele punt. En een atheïst die zegt dat er geen God is. En dat is... Ja, daar heeft een atheïst geen bewijzen voor. Dat vindt een atheïst. Je kan ook zeggen, ik vind dat de stelling van Pythagoras... dat hij op woensdag blauwer is en op donderdag en vrijdag is hij aanmerkelijk groener. En dan zaterdag vind ik hem rood hoor, de stelling van Pythagoras. A kwadraat plus b kwadraat is c kwadraat. En op zondag vind ik hem, dan vind ik hem wit. Maar daar heb je geen bewijzen voor, dat is jouw mening, dat is een gevoel, dat is een emotie. Dus een atheïst, die heeft een emotie. Ja. En vanuit een emotie zegt hij, er is geen God. Daar klopt iets niet. Want hoe weet je dat nou? Dat is het Dus atheïsme is een overtuiging gebaseerd op helemaal niks. Een atheïst kan zeggen, ja, als er een God was, dan zou ik weten dat hij er was. Wacht eventjes. Als er een God was, dan zou de atheïst wel weten dat die God er was. Waarom? Omdat atheïsten zo slim zijn? Oh ja. Toen vraagt de eerste beste atheïst naar de inhoud en betekenis van de Fourier-analyse. Denk je dat een atheïst dat weet? Nee. Is het daarmee vast komen te staan dat de Fourier-analyse niet bestaat? Hoe verklaar je dan dingen als, laten we het even zeggen, je hebt van, als je een muziekje afspeelt, hè, dan heb je van die ledjes en die geven dan aan dat de bas kan je dan van omhoog en omlaag zien gaan en de hoge tonen of zo. Hè. Dan zie je zo'n beeld van hoe de bas loopt te boemen en de hoge tonen lopen te piepen en hoe de middentonen doen. Hè. Hoe kan dat dan werken als de Fourier-analyse niet bestaat? Huh? Oh, is dat Fourier-analyse? Ja, ja. Nou, ik wil maar zeggen dat een atheïst niet op de hoogte is van het bestaan van God, betekent niet dat hij niet bestaat. En Marco is ook een atheïst en die zegt, ja, God bestaat wel. Die bestaat namelijk tussen de oren van de mensen. Ja, dus het herdefiniëren van bestaan. En aan de andere kant, de frase God bestaat, die klopt taalkundig niet. En iets wat taalkundig niet klopt, heeft geen betekenis. Dus God bestaat is een betekenisloze zin. Als je daar een vraag van maakt, een interrogatieve zin. Ja, ik weet wat van taalfilosofie namelijk. Je hebt maar 3 soorten zinnen. Dat is imperatief, interrogatief en declaratief. Nou, interrogatief, van interrogate, dat is een vraag. Bestaat God? Nou, en dan moet je zeggen, stel een fatsoenlijke vraag en ik geef je antwoord. Fout geformuleerd, probeer het nog een keer. Kijk, je kan zeggen dat Perry Winkel bestaat. Maar ja, op het moment dat jij het zegt, moet je je wel even overtuigen of ik op dat moment nog wel besta. He? Dus ik wil zeggen, ja, ik hoorde hem toch net op het YouTube-dinges? Ja, dat wil niet zeggen dat ik op dat moment dat jij het zegt, dat ik dan nog steeds besta. Dus, het hele begrip bestaan is eigenlijk best wel moeilijk. Je kan zeggen de stelling van Pythagoras bestaat, maar ja, je kan beter zeggen de stelling van Pythagoras geeft aan dat als je een driehoek hebt en het kwadraat van de ene zijde opgeteld bij het kwadraat van de andere zijde, als dat gelijk is aan het kwadraat van de overliggende zijde, dan is de hoek tussen A en B is een ortho, is recht. Dan heb je een rechthoekige driehoek. Ja, want dat is zo. Dat heet dan de stelling van Pythagoras. En Pythagoras heeft bestaan. Ga daar maar vanuit. Dat is een lul van een vent volgens mij. Hij heeft een van zijn leerlingen vermoord. Ja, dat weet je niet. Ik was er niet bij natuurlijk. Maar 600 jaar voor onze jaartelling. Ja, daar was ik nog niet geboren. Maar het staat ergens. Ik wil niet zeggen dat het waar is, maar het is wel opgetekend dat Pythagoras, die stelde een vraag aan de club, of die leerling in kwestie stelde een vraag of zo. In elk geval, die leerling zei wat en dat schoot Pythagoras helemaal in de verkeerde keelgat. En die heeft hem gewurgd. Ja, ha, 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 ha. Pythagoras was een atheïst. Pythagoras geloofde alleen maar in getallen. Maar getalsmatigheden zijn. Voor de rest kan iedereen mijn rug op. Waarbij Pythagoras dan heel veel waarde toekende aan getallen. Die waren voor hem alles. Nee, het kan Jobi zijn. Hij was zeg maar een soort numeroloog. Maar terug naar het atheïsme. De correcte definitie van God is dat God de entiteit, voor mij wat het ding, mag je het ook noemen, een ding. De zaak, mag je ook zeggen, denk ik. Zoals het in Genesis 1 vers 1 staat. Hè? In den beginne schiep God hemel en aarde. En nou, dan gaat hij verder. En de aarde was woest en ledig. En lalalala. En dan, God is dan 5 dagen bezig geweest. En toen was het, de voorbereiding was klaar. En op de 6e dag kwam daar de mens. En toen dacht God, mooi zo, nou ben ik klaar. En is hij lekker op zijn rug gaan staan. Hé, even uitrusten. Dat is dan wel weer een beetje met Pythagoras mee, hè? Dit gaat namelijk om getallen. Als je dat niet in de gaten had. Ja, dit gaat om getallen. Genesis gaat om getallen. Het gaat om 6 dagen. En de 7e dag is de rustdag. Dat is de dag van God. Ga je getallen maar eens even na, man. Als je een kruis gaat tellen, heb je dat al eens gedaan? Dan wil je een verticale streep en dan een horizontale streep. Maar je weet hoe je een kruis maakt, hè? Gewoon een plusteken. Dan houden we het lekker simpel. Tel dat eens even uit. Dan kom je op 7, wist je dat? The cross. Zo, Prins. Dat is een nummer toch van Prins? Of Tafkap. The artist formerly known as Prince. Staat er op dat nummer? Dat nummer, The Cross, staat toch op? Wat ook alweer? Iets van Modern Times of zo? Dat is zo'n dubbelplaat, dacht ik. Dinges, The Times. Mooi album. Daar staat 7. Een kruis is het getal 7. Het aantal, moet ik zeggen. Het aantal, dus het symbool van het kruis. Het aantal is 7. Het zijn namelijk 4 uiteinden, 2 lijnen en 1 snijpunt. En 4 + 2 + 1, ja, dat is 7. Ja, maar tussen die lijnen kan ik ook nog 4 vlakjes zien. Ja, en dan ben je dubbel aan het tellen. Want die 4 vlakjes worden veroorzaakt door die 4 uiteinden en die 2 lijnen. Als je zuiver telt, is een kruis, het staat voor het aantal 7. En vandaar het getal. En als je goed kijkt naar het symbool wat wij gebruiken voor 4 en wat wij gebruiken voor 7. Die beide symbolen zijn gebaseerd op een kruis met een streepje erbij. Kan je het voor je zien? Teken maar een kruis. Hè? Gewoon allebei die streepjes even lang. Doe maar even in je geest. Een streepje van boven naar beneden, een streepje van links naar rechts. Hè? En dan in het midden heb je de middelpunt. Zo. Heb je nog 1 lijntje. Oh, denk aan lucifers. Hè? Neem je 4 lucifers en die leg je, daar maak je een kruis van. En dan heb je nog 1 lucifertje over. Nou, met dat ene lucifertje kan je 2 andere lucifertjes verbinden. Bij een stokje, zeg maar. En dan heb je een 4. Of je legt dat laatste stokje horizontaal en dat verbind je met het stokje wat naar boven gaat. Naar links toe. Dan heb je een 7. Dat zie je toch voor je, of niet? 4 en 7. Zit zelfs in onze symboliek van de getallen. En wij gebruiken de getallen uit Arabië. By the way. Want die Romeinen die waren bezig met dat hopeloze Ja, Latijnse, ja, dat ken je toch wel. Hè? Het had een soort het midden tussen turven en ingewikkeld gedoe. Die Arabieren, die woestijnbaarden. Die kameelridders. Die waren ons mooi te slim af. Algebra komt trouwens ook uit het Arabisch. Ja, zo zie je maar dat echt heel veel dingen van het geloof, daar zitten diepe wortels achter. Het getal 4 en het getal 7 hebben we het over gehad. In Genesis wordt in 6 dagen de wereld geschapen. En de 7e dag dacht God, toedeledokie, doeg. Ja, dat gaan getallen. En je hebt ook het getal 666. Hè? Ja, dat in het periodiek systeem der elementen keert dat terug. Dat is het element koolstof. En het element koolstof is de basis van al het levende op deze aarde. Ja. Dus er is in de werkelijkheid, als je daar zorgvuldig naar kijkt, is de werkelijkheid, de objectieve werkelijkheid, verbazingwekkend. Met allemaal verbanden die je niet zo 1, 2, 3 zou verwachten. Dat je denkt, hé, hoe zit dit in? En als je dus naar Genesis 1 kijkt, dus in den beginnen schiep God hemel en aarde. Dan, wie of wat is dan God, hè? Want God staat dan kennelijk buiten de tijd. Want er staat niet in den beginnen schiep tijd God. Toen had de tijd God geschapen en toen ging God de hemel en de aarde scheppen. Nee, dat staat er niet. Dat staat er. Toen God de hemel en aarde schiep, toen begon de grote wekker te tikken. Dus God ging scheppen vanuit het niets en toen startte de tijd. Daarmee heb je God gedefinieerd. Dat is de definitie conform de Bijbel. De Joodse geschriften is dat. Dit is niet het Nieuwe Testament, dit is het Oude Testament. Dat komt van Mozes. Het is het eerste boek van de Pentateuch. De boeken van Mozes. De Genesis heet ook wel Mozes 1. En dan krijg je Exodus of zo. Dat is Mozes 2 enzovoort. Dat is de definitie van God. En bestaat die? Nou ja, kijk, hemel en aarde behoren tot het bestaande. Ja. Je gaat je ook niet afvragen, is Rembrandt van Rijn een schilderij? Nee, natuurlijk niet. Ja, maar hij heeft een zelfportret gemaakt en ja, dan vind ik toch wel dat Rembrandt een schilderij is. Nee, homo. Dat heeft Rembrandt geschilderd. En hij heeft zichzelf natuurlijk een beetje, ja, dat zal best wel een ijdeltuit geweest zijn. Die dacht van, ik ga mezelf er eens even heel mooi opzetten. Dus hoezo is dat een echt gelijk een zelfportret? Ja, als ik een foto van mezelf maak, dat heb ik ook laatst gedaan. Dat moest voor mijn sollicitatiedinges, weet je iets, curriculum vitae. Ja, en dan ga ik ook zo een beetje zo'n lampje, zo denk ik van, nou, dat ik eventjes van mijn beste kant, weet je wel. Maar ben ik een foto? Nee, natuurlijk niet. Ik ben degene die de foto gemaakt heeft. Dus God bestaat, dat is dezelfde vraag als, is Rembrandt een schilderij? Ja. Een beetje fout geformuleerd, dacht ik. Hè? Dus waar maakt een atheïst zich dan schuldig over? schuldig aan? Waar maakt u zich druk over, kun je ook zeggen? Door atheïsme in die zin zit een probleem op te lossen wat helemaal geen probleem is. Want Rembrandt is geen schilderij. En in die zin, als je hier in de schepping in de ronde kijkt, ja, dan zal je God niet vinden. En de mensen die dat wel denken, er zijn heel veel mensen die denken dat God ergens is. Die gaan dan bijvoorbeeld naar een katholieke kerk en die gaan op hun knieën liggen voor een Mariabeeld. En die prevelen dan Heilige Maria, moeder van God, gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Gezegend zijt gij onder de vrouwen. Nou, bla 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 bla. Ja? En dan gaan ze wat geld er tegenaan smijten voor wat lullige kaarsjes. En dan denken ze dat ze iets gedaan hebben. En dat ze contact hebben gehad met God door Maria. Maar die mensen zijn ernstig psychisch gestoord. Ik heb gehoord dat Mark Rutte, die wil het genezen van homoseksuele mannen, dus van hun reetridderneigingen, dat je dus daar, je mag het niet meer genezen, want dat is dan ja, tegennatuurlijk of zo. Ik zou zeggen, iedereen die katholieke verborgen geloven dingen heeft, dat moet je verbieden. Dat is onnatuurlijk, man. Als je dan toch aan het verbieden bent, dan gelijk Mark Rutte ook maar verbieden. Ja, als je toch bezig bent. Ja, Mark Rutte begint toch? Nou, dan mag ik ook wat zeggen. Ik vind het zielig als iemand voor zijn seksuele drive dinges gaat reetridderen. En ik, bah, het is echt helemaal niet goed voor je piemel. Het is vastgesteld hoor, dat mensen die zich overgeven aan reetridderij, dus een sodomie, die worden niet zo oud. Dat kost je een paar jaar van je leven, sukkel. Ja, maar de seks was wel lekker. Ja. Ja, als je jong bent is alles leuk. Ik ken ook zo'n stel, dat zijn reetridders. En die man, die is dan... ja, op leeftijd, zeg maar. En die heeft dan een jongere vriend. Hij is me een stel, jongen. De godganse tijd maken ze ruzie. En oh. En die jongere vent, die heeft er ook, was hij hartstikke dronken. Nou, en dan soop ik ook altijd, of altijd, ik ben ook een stevige suiperd geweest, hoor. Maar ik ben geen reetridder en ik, ja... En hij dan wel heel emotioneel. Ja, ik had er eigenlijk kinderen willen hebben. En wat doe ik dan in mijn leven? Dan zit ik een beetje met een oude reetridderen. En ik zeg reetridderen. En denk ja, nou, ik heb er maar niks van gezegd. Ik heb mezelf nog maar een jenever ingeschonken. En gedacht van, nou ja, ik heb dan wel een kind. Alsof ik zo blij ben. Ja, ik had toen de scheiding in mijn nek. Met zo'n ongelofelijke draak van een moeder. En nou, dan ben je helemaal blij. Ja, daar ging ik niet over lopen janken. Ja, ik heb tenminste nog een kind en ze komt woensdag eten. Dus, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Afgelopen week was ze stikzagrijnig. En krijgen we nou weer. Ja, het is een vrouwtje. Ja. Die hebben dat. En ze heeft een moeilijke jeugd gehad. Dus, ik neem haar niks kwalijk. Maar dat atheïsme, ja, dat moet ik nog even uitrammen. Geitje. Nee, wat hebben we nou gehad? We hebben het over atheïsme. Hè? Lekker bij de les blijven allemaal. Ik heb het erover gehad dat de zin God bestaat, die heeft geen inhoud. Dus die kan je niet... God is niet in het bestaande, want Rembrandt is ook geen schilderij. Perry Winkel is geen foto. En meer van dat soort dingen. Het bestaan wordt veroorzaakt door God. En die definitie... waarbij dan het bestaan, dat wordt dan wel samengevat met het begrip, dit is filosofie, hè? Nu gaan we metafysica induiken. Dat begrip heet de wereld. En de wereld, dat is de objectieve werkelijkheid. Daar staat hij aan gelijk. Dus de wereld is alle materie. Zeg maar, hè? Alle materie en dan natuurlijk ook in samenhang. Hè? Neem zoiets als koolstof, hè? Om daar even bij te houden. 666. Hè? 6 elektronen, 6 neutronen, 6 protonen. Kijk maar in het periodiek systeem der elementen. Of verdiep je eens in een uitzending van Breaking Bad. Daar gaan ze ook in op scheikunde. Nou, als je dan geen zin hebt om scheikunde, vind ik zo saai. Dan ga je lekker naar Breaking Bad kijken, jongen. Meisje. Kijk, koolstof, het is niet zonder meer bekend wat het dan is. Want je hebt koolstofmonoxide, dat is een gas. Retegiftig. Moet je mee oppassen hoor. En dan heb je koolstofdioxide. Dat is ook toxisch, by the way. Voor een mens dan, hè? Niet voor planten. Planten die groeien de kassen uit. Dus in het westen, waar ze die kassen hebben, in het kasgebied. Daar kopen ze koolstofdioxide. En dat wordt geproduceerd, waar denk je dat koolstofdioxide geproduceerd wordt? Even nadenken. Ja, in een warmtecentrale natuurlijk. De stadsverwarming en dat soort dingen, dat produceert behalve bij heel wat CO2. Ook elektriciteitscentrales produceren ook CO2. Alles wat maar werkt op diesel en olie en andere dingen. Daar komt CO2 uit, koolstofdioxide. En die wordt dan met een buizensysteem naar de kassen getransporteerd. En het gaat natuurlijk om een afvalproduct, maar dan nog, het wordt naar het Westland gebracht. Met die buizen En die boeren hebben dan een CO2-abonnement. Of boeren, tuinders moet je zeggen. Die tuinders hebben een CO2-abonnement. Want het werkt alleen maar in een kas. Het heeft geen zin om, als je een Groningse boer bent, om dan de CO2 uit de stad boven je land los te laten. Daar heb jij dus niks aan. Het is wel goed voor de plant in algemene zin, maar dan kan je net zo goed die CO2 uit de pijp in de stad laten komen. Dit is even het einde van de CO2-discussie, en passant trouwens, eventjes. Hè? Als je dit beseft. Maar neem je dat koolstof, ja, dan heb je dus koolstofmonoxide, dat is hartstikke toxisch. En ontvlambaar, by the way. Een goede brandstof. Wist je dat ik op hout kan je auto's laten rijden? Ja. Wat je dan doet, is je doet hout, dat is koolwaterstof. Hè? Dat doe je gedeeltelijk verbranden. Dan krijg je waterdamp van en dat fliepert weg of zo. Daar heb je niet zoveel last van. En koolstofmonoxide. En koolstofmonoxide gebruik je als brandstof voor een explosiemotor. Dan plof, 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 plof. En dat bestaat al sinds de 19e eeuw of zo. Nee. Maar ik heb er fotootjes van gezien. Kan je zo op internet, kan je het zo opzoeken. Auto's die rijden op hout. Dus wel lompe installaties zijn het. Maar we maken het uit. Je hebt er geen benzine nodig. Hè? En als je toch, stel je woont ergens in het bos. Ja, is dat wel zo handig. Daar is geen benzinepomp in de buurt, maar wel een hele hoop bomen. Nou, zaag je af en toe een boom om, kan je de hele tijd rijden. Daar werkt met koolstofmonoxide. Heb je CO is dat. En dan maak je van CO maak je CO2. Er komt energie bij vrij. En dat zet je dan om in bewegingsenergie. Ja, die explosie dan. Het explodeert naar CO2. En die explosie. Hetzelfde als in een benzinemotor, by the way. En dan gaan die wielen draaien. En dan kan jij lekker rijden. Nou, dat is de ene vorm van koolstof. Geoxideerde vorm. Nou heb je nog koolwaterstof. Nou, dat zie je dus in planten en in mei. Er bestaan ook voor een groot deel dat koolwaterstoffen. Benzine is koolwaterstof. Alcohol is koolwaterstof met een beetje zuurstof. En gaan we door. En dan heb je ook nog pure koolstof. En dat is een poeder. Dat is een vaste stof. Dus koolstof heb je als vaste stof. Zwart poeder is het. En dan heb je het koolwaterstof. En dat kan dus vloeibaar zijn. Hoeft niet. En dan heb je nog de gasvorm. Dus alle drie de fasen heb je dat, hè? Ja, dat hoort allemaal bij de wereld. En in de wereld, daar vind je God niet. Want daar kan hij niet zijn. Dat zeggen de filosofen. Dus als je dan hebt, God staat voor de oorzaak van de wereld. Ja, de oorzaak van de wereld is niets in de wereld. Met andere woorden, de fysica, wat de kunde, de fysica, de wetenschap, mag je ook zeggen. Het geheel van alle kennis van de fysica, van de scheikunde, de natuurkunde, en de biologie en de psychologie, noem het maar. Alles bij elkaar, de fysica, de kennis van de objectieve werkelijkheid, die leidt je niet tot de oorzaak van de objectieve werkelijkheid en kan jou ook niks vertellen over het doel van de objectieve werkelijkheid. En dat laat jou zitten als begrijper met een hiaat waar het gaat over goed en kwaad. Want als alles alleen maar objectieve werkelijkheid is, zonder een oorzaak, zonder een doel, ja, waarom zou je jezelf dan gedragen? Waarom ga je je niet net zo gedragen als Pablo Escobar in die Netflix-serie? Huh? Die dan zo'n onderdaan van hem naar een sloppenbuurt stuurt en zegt van nou, zoek meisjes van een jaartje of 14, 15, die nog maagd zijn. En die geen familie hebben. En breng ze naar mij. Dan heeft hij seks gehad met die twee meisjes en dat heeft hij ze laten vermoorden. Ja, ze mochten eens gaan verklappen dat ze verkracht zijn door Pablo Escobar. Nou, dat is vanuit het atheïstische concept. Ja, waarom niet? Een atheïst kan zeggen van ja, ik heb dat liever niet. Ja, maar dat is een persoonlijke mening van een zak moleculen. En dan ben. Zo denk jij erover. Maar neem iemand als Joris Demmink, secretaris-generaal van Justitie, tot en met 2013 of zo. Die had toch ook seks met kleine kinderen? Ja, minderjarigen, laat ik het zo zeggen. Minderjarigen. Interesseerde Joris Demmink helemaal geen drol. Ja, ben je lachbaar. Hij is trouwens nooit voor een rechter geweest. Maar hij zal zeggen, ja, ik was geil. Ik was geil, ik had de poen ervoor en ik heb betaald. En ik heb mijn leuter gestopt in een minderjarige. Ja, ik was geil. Punt. Joris Demmink, die eet er geen boterham minder om. Hij heeft het toegegeven, hè? Onze secretaris-generaal van Justitie. Ja, en in het atheïstische concept denk ik, ja, we maken het uit. Als er een baksteen valt op het hoofd van een oud vrouwtje die op weg is om haar uitkering te gaan pinnen, dan ga je toch ook niet zeggen, stoute baksteen? Nu gaan we een baksteen in de gevangenis doen. Nee, dat doe je niet. Dan waarom Joris Demmink dan wel? Het is ook maar gewoon een zak moleculen. Huh. Tenminste, zo denkt Joris Demmink erover. En een atheïst, ja, een grote jongen die mij vanuit zijn atheïstische principes kan overtuigen van het ongelijk van Joris Demmink. Een atheïst kan daar tegen inbrengen van ja, maar wat Joris Demmink heeft gedaan, dat mag helemaal niet volgens de Nederlandse wet. Waar heb ik dan heel droog gezegd van, oh ja joh, en waarom is Joris Demmink dan niet veroordeeld? Als het volgens jou niet mag, volgens de Nederlandse wet. Ja, maar het staat in de Nederlandse wet dat het niet mag. Ja. Maar waarom is Joris Demmink dan niet veroordeeld? Dus dat zegt toch helemaal niks? Ik denk dat je even de Nederlandse wet... Dus als jij dus vindt dat in de Nederlandse wet staat... je geen seks mag hebben, betaalde seks mag hebben... met minderjarigen, dat al helemaal niet. Hoe consensuele seks... dat mag je als oudere hebben met iemand van 16 jaar en ouder. Consensueel. Niet tegen een vergoeding, dus ook niet voor een mars of een nuts... Of een reisje op de Rijn. En al helemaal niet voor geld. Maar heb je consensuele seks, iemand van 16, oh, die wil het zo graag doen met een kerel van 83, ja, zo be het, dat mag. Volgens de Nederlandse wet. Maar tegen betaling mag dat absoluut niet. Tegen betaling moet de jongste, die dan, neem ik aan, de poen krijgt. Ik kan me niet voorstellen dat iemand van 18, iemand van 83 gaat betalen, zodat hij hem lekker mag pijpen. Zal toch meestal andersom zijn, of niet? Huh? Nou, dat mag dus bij 18 jaar en ouder. En Joris Demmink heeft het gedaan, heeft het dus betaald voor seks met jongens van 14. Maar kennelijk mag het dus wel van de Nederlandse wet. Jij en ik denken dat het niet mag. Maar wij kennen ook de wet niet goed gelezen. Dat is wat ik zeg. Dus. Atheïst, ja, kom erop. Wat heb je er meer in te brengen tegen Joris Demmink? Behalve dat het jouw mening is en dat je het smerig vindt en whatever. Maar ja, dan ga je in een andere wereld wonen. Ga verkassen naar een land met andere zakkenmoleculen die je wel aardig vindt. Maar laat Joris Demmink met rust. Als atheïst moet je ook niet zeuren over al die koorknaapjes die gewipperd worden. Wat zul je nou te zeiken, man? Het mag toch? Huh. Dus, ja. Het mag. Nee, het mag niet. Het mag wel. Waarom denk je dat de commissie Wim Deetman... Daar praat je toch over 2012, 2013, zo in die tijden. Die hebben ruidelijk toegegeven dat op grote schaal heeft het plaatsgevonden. Seks hebben met koorknaapjes en andere ja, jongetjes in kwetsbare situaties, weeshuizen en zo. Die zijn gepakt door volwassen kerels. En er zaten katholieken bij. Het ging specifiek over seksueel misbruik door katholieken. Nou, welke katholieke priesters zijn er veroordeeld? Ja, noem een getal tussen 0 en 3000. Even nadenken. Hoeveel, zeg je, Perry? 0 en 3000? Ja, het ging om duizenden, dacht ik. Maar hoeveel zijn er veroordeeld? Ja, nou, nu ga je me vastpinnen op getallen en ik ben niet zo goed in getallen. Nou, ik zal je helpen. Het is een heel makkelijk getal. Namelijk 0. Dus het mag. En wat de katholieke kerk gedaan heeft is... ja, de katholieke kerk is er een ster in geweest door de eeuwen heen... om allemaal geld af te troffelen van de burgers. De goedgelovige burgers. Allemaal oude vrouwtjes die als laatste overleden. Omdat Janneman, haar man, die had zich dan helemaal half dood gewerkt. Die ging het eerst dood en blijft zijn vrouwtje blijft over. En die gaf al haar bezit aan de kerk. Dus zo is de kerk slapende rijk geworden. En wat ze gedaan hebben van al die poen, waar ze niet voor gewerkt hebben. Nee, die ze gratis gekregen hebben. Hebben ze dan een heel klein deel. Dus mini. Dat is 0,0001% of zo. Dat keren ze dan uit als schadevergoeding. Waarbij die slachtoffers er wel de bedoeling is van nou, nu krijg je poen, dan moet je voor de rest je mond houden ook. Ja, wat is het verschil tussen een vergoeding en zwijgeld? Dus ik ben helemaal klaar voor de discussie met een atheïst die hierover gaat beginnen. En die mij kan vertellen waarom... het niet kan dat de commissie Wim Deetman namen weet, woonplaatsen weet, de hele geschiedenis weet van katholieke priesters en andere medewerkers van de kerk. Die hebben seks gehad met minderjarigen, onder dwang, babababa. En we doen er helemaal niks aan. En dat is oké. Ja, dat komt van het atheïsme namelijk. Want als wij ook maar een centimeter besef hadden dat wat in Genesis 1 vers 1 staat, dat dat de waarheid behelst. En dat er een entiteit is en die ging vooraf aan de hemel en de aarde. Sterker nog, toen hij zijn daad deed, zijn schepping deed, toen begon de tijd. En als straks alles voorbij is, dan zal hij nog zijn. Die entiteit. De schepper. Die ons geschapen heeft naar zijn evenbeeld. Want dat wilde God. God was als het ware verliefd op zichzelf. Die denkt, nou, ik wil wel eens naar mijn eigen kijken. En hoe doe ik dit dan? Nou, ik maak een hemel, ik maak een aarde. En de tijd gaat dan. En dan 6 dagen tijd, lekker hurry up. En dan maak ik gewoon een kopie van mijn eigen. Dan kan ik lekker naar mijn eigen gaan kijken. Zo zit het in elkaar. En daar komt moraliteit vandaan. Want God is er niet voor in de optiek. Of in dat opzicht, in de optiek van de Bijbel, zijn wij kinderen van God. Allemaal. En het is niet de bedoeling dat wij elkaar gaan lopen verneuken. Geen seks buiten het huwelijk, punt. Dus nee, Joris Demmink mag helemaal niet. Ook al is die minister van dingen. Nee, hij was niet minister, hij was de hoogste ambtenaar bij Justitie. Als secretaris-generaal van Justitie. In zijn dienstauto. Naar het Anne-Frank-Plansoen in Eindhoven laten rijden door zijn chauffeur. En daar een beetje laten pijpen op de achterbank. Smeerlap dat hij is, dat mag helemaal niet. En in een bijbelgelovende samenleving was die man, die was de deur uitgedonderd. Maar wij zijn hier atheïstisch. En we lezen erover in de Panorama en de Gaykrant. En we denken, ach ja, nou ja, het is maar een zak moleculen hoor. En dan kan je zeggen, ja, maar ik ben allergisch voor de Bijbel, want ik heb er zulke slechte ervaringen mee, want ik heb het namelijk nog nooit gelezen. Nou, dan ben je dus een ongelofelijke buts. Nou, iemand als Marco, die heeft dan 1 keer in zijn leven de Bijbel gelezen, maar dan wel van kaft tot kaft in 3, 4, 5 dagen tijd. Ja, dat kan je net zo goed niet doen. En mijn dochter zei tegen mij, want die heb ik een King James gegeven. €8,95 heb ik eventjes uit mijn mond gespaard. Ja, zo rijk ben ik ook weer niet. grapje. €8,95, dat is een heel mooi boek. En die koop je hier bij de fakkel. €8,95, een King James. Moet je wel Engels kunnen, maar dat kan ze wel. Tuurlijk kan ze dat, heb ik haar laten leren. Ik heb ervoor gezorgd dat ik een kind kan Engels, man. Die kan zelfs accenten. Die kan Brits en die kan Amerikaans. Die kan zelfs nog Australisch, denk ik ook wel. €8,95. Nou, zij heeft er dan 1 keer in gebladerd. Ja, dat zet geen soda aan de dijk. Dat is helemaal niks. Je moet die Bijbel begrijpen. En stel dat je dat niet aan wil of zo, hè? Nou, dan krijg je de long bij, nou, de long bij je home, maar... Dan moet je Immanuel Kant gaan begrijpen. En uit de Schopenhauer. En vervolgens zou ik even doorstromen. Ik zou Nietzsche voor de... Nou, voor entertainment of zo. Hoe noem je dat? Vermaak. Nietzsche is een erg leuke schrijver. Dus, door Jenseits von Gut und Böse. Een geweldig mooi boek. Niet te dik. Heel onderhoudend. Dat is echt leuk. En natuurlijk, de vrolijke wetenschap. Dat is geweldig, man. Ja, vind ik dan. Dat is een zware kost, hoor. Echt een heavy kost, man. Maar ik zou er Nietzsche dan erbij doen. Gezellig als ik je thee aan het drinken ben of zo. Je bent op vakantie. Maar echt studie, Immanuel Kant moet je echt bestuderen. Prolegomena zou ik mee beginnen. En dan toch het voorwoord bij de 2e editie. Van Kritiek der Reine Vernunft. En qua boek zou ik de 1e editie van de Kritiek der Reine Vernunft nemen. Want die is beter dan de 2e editie. Maar van de 2e editie is het voorwoord. Dat zit niet in de 1e editie namelijk, maar wel in de 2e editie. Volg je me nog? Heb je er even aan het schrijven? Ja, dit is namelijk, als je de Bijbel niet doet, Ja, dat is dan jouw keus. Ik zeg, ik weet het niet hoor, de Bijbel. Ja, dan krijg je wat ander leeswerk van mij. Dus, heb je het opgeschreven? Prolegomena van Kant, daar beginnen we mee. Dan het voorwoord bij de tweede editie van de Kritiek der Reine Vernunft. Dan de Kritiek der Reine Vernunft zelf. En dan de eerste editie. Zal je even zoeken kosten, maar het is maar de vraag of die in het Nederlands staat. Maar dan leer je maar Duits, hè? En als je dat gehad hebt, dan pak je Schopenhauer. Maar gelukkig is Schopenhauer 90% nog meer, bijna alles van Schopenhauer is vertaald in Nederlands, dus heb je het makkelijk. En dan De Wereld als Wil en Voorstelling zou ik doen. Deel 1 en dan deel 2. En dan het boek Über die Grundlagen der Morale. Is in het Nederlands vertaald, dus dat kan je heerlijk in het Nederlands lezen. En Die Wereld als wil en Voorstelling is ook in het Nederlands vertaald. Dus, hè? Zo duur zijn die boeken bij elkaar niet. Het is duurder dan de King James. Dat wel. Hè? Want dit staat niet allemaal gratis te downloaden op internet, jongen. Dus alleen al over de... Het is ook weer Dat Ben Jij. Dat is de Nederlandse versie van Über die Grundlagen der Morale. Ja, dus waarom mag je geen kleine kleuters neuken? Ja, dat legt meneer Schopenhauer duidelijk uit. Nou, dat boekje kost je alleen al... ik dacht dat ik daar 14, 15 euro voor heb betaald. Paperback. En die King James die mijn dochter heeft voor 8,95, dat is geen paperback. Dat is een gebonden boek. Mooie uitvoering. Zonder bladleggers, maar ja, die heb je niet echt nodig. Hè? Kan je ook werken met stukjes papier, moet je maar doen. Maar ja, De Wereld als wil een voorstelling, dat kost je wel een paar tientjes hoor. Dus al met al, als je de andere weg wil gaan, dus niet de Bijbel, maar de filosofie erbij pakken. En dan is de filosofie wat ik net dicteerde, dus Kant, Schopenhauer en dan de derde, dat is Martin Heidegger. Oh ja, en niet te vergeten het werk van die andere Duitser. Ja, sorry dat het allemaal Duitsers zijn, hè. Weet u nou, van die antroposofie. Kom, schiet me zo wat te binnen. Deze man, die was bij de Theosofie beweging, Theosofische beweging, Madame Blavatsky en zo, hè. En daar kreeg hij schoon genoeg van. En die heeft zijn kont tegen de krip aangegooid. Weet hij nou? Dat is een antroposofische leer. Zo, Rudolf Steiner, hè? Rudolf Steiner heeft ooit gezegd... Hij, die geen respect heeft voor het christendom, behoort tot de categorie, qua denkvermogen, mag hij op stok met de kippen en in de modder naast de varkens. En dat laatste verzin ik er maar even bij. Maar woorden van gelijke strekking. Hoe geen knip waard in zijn ogen. Rudolf Steiner. Nee, ik weet niet wanneer hij dat gezegd heeft en ik kan het op internet ook niet meer vinden. Maar iemand heeft het mij verteld, in een lezing of wat dan ook, en die kende Steiner erg goed. En die man of vrouw die dat zei, ja, ik weet ook niet meer wie dat was, maar het leek mij een aardig iemand. Ja, dat is natuurlijk geen basis natuurlijk. Maar ja, jij wilde de Bijbel niet lezen en dan ga je toch maar lekker Steiner lezen. Ja, goed begrepen? Ja, maar hoe denkt Steiner dan over seks met kinderen? Nou, zal ik je daar eens iets over vertellen? Steiner zegt dat je kinderen die nog niet aan het wisselen zijn met de tanden, dat je die niet eens mag leren rekenen. Ja, je mag er spelenderwijs wel iets mee doen, maar je mag niet verwachten dat ze kunnen rekenen. Dus een kind wat nog geen tanden heeft gewisseld, die hebben dat hele getalsbegrip nog niet. In principe niet. Je kan een uitzondering hebben, dat is dan leuk. Heb je zo'n bolleboos. Maar in de regel niet. Dus als je niet eens rekenles mag geven aan kinderen van 7 of jonger, denk je dat je dan wel daarmee mag wipperen van Rudolf Steiner? Nee, natuurlijk niet. Rudolf Steiner is uitermate moralistisch. Rudolf Steiner is er ook op tegen dat je in een woning of überhaupt in architectuur en alles, dat je werkt met rechte hoeken. Dat moet je niet doen. Alles moet rond zijn. Rudolf Steiner heeft hele voorschriften gemaakt van hoe je een woning in moet richten. Hoe je een huis in moet richten. Heel verstandig hoor, en heel moreel. Dus dan pak je toch die weg. En ik geef je op een briefje, als jij Kant hebt begrepen, je hebt Schopenhauer begrepen, je hebt Nietzsche gelezen voor de gein, je hebt Heidegger begrepen, je hebt Steiner begrepen. En je pakt dan weer je Bijbel erbij, dat je zegt van oh shit, had ik die maar gelijk gelezen. Maar ja, kijk, je bent lekker wezen lezen en ja, het kost je dan wel aan boekwerken en aan toestanden, ja, iets meer dan €100. Maar nou, je bent wel lekker, hè? Je hangt in ieder geval niet rond op straat. En het is niet echt verspilde tijd geweest of zo. Want ja, ik heb al die mensen die ik net opdreunde, dat heb ik ook allemaal gelezen. Ja, Kritiek der Reine Vernunft heb ik niet van kaft tot kaft gelezen. Maar ik heb wel de Prolegomena gelezen. En het voorwoord bij de tweede editie. En niet alleen gelezen, maar ook begrepen. Dus ik weet waar Kant het over heeft. En De Wereld als Wil en Voorstelling van Schopenhauer, die heb ik gelezen. En daar ben ik nog steeds met stukjes daarvan ben ik bezig. Het is een erg goede schrijver hoor. En Martin Heidegger heb ik gelezen. De grond der waarheid of zo. Interessant boek. Het andere ding, Inleiding in de Metafysica van Heidegger. Erg interessant. En die Nederlander, Gerardus Heymans, heb ik ook gelezen. En die mensen, die filosofen, die scheppen de ruimte voor het woord van de Bijbel. Dus wat mij betreft mag je de Bijbel rustig noemen het woord van God. Hè? Ooit was er lang geleden een groep, en die mensen die kenden elkaar niet eens persoonlijk. In totaal gaat het om 40 mensen. En die hebben allemaal een stukje geschreven aan een boek. Of een boekwerk, een bibliotheek. Het zijn verschillende boeken. Boekje van Piet, boekje van Kees, boekje van Karel. Nou, al die boeken bij elkaar, die dreunen één gedachte uit. En dan, zeg maar 2000 jaar later, komt daar vanuit de hoek van de logica, wordt de ruimte geschapen voor dat woord. Ook voor de Veda's, by the way. Dus ere wie ere toekomt. Dus de Upanishads uit India. Die vallen ook onder die beschermende paraplu van de filosofie. Maar ook de Bijbel. Schopenhauer, heel leuk. Die heeft 1 Bijbelkritiek. En dan haalt hij... Dat is erg leuk. Schopenhauer heeft ook humor, hè. Dat is echt wel, ja... Nou, weer. Er is dat verhaal in het Nieuwe Testament dat ze tegen Jezus zitten te zeuren dat ze niks gevangen hebben. Ze waren aan het vissen, weet je? En ze hadden helemaal niks gevangen en ze hadden toch honger. Ja. Nou, dus hadden ze te zeuren bij Jezus. Oh, we hebben helemaal niks gevangen of zo. Ja, ik weet het niet precies, maar... Nou, en toen heeft Jezus ervoor gezorgd dat ze in één keer heel veel gingen vangen. En ze hadden zoveel vis dat de netten, die dreigden te scheuren. Dat is een wonder van Jezus. Waarop Schopenhauer dan zegt, van ja, leuk verhaal, maar ik vind het zielig voor de vissen. Ja, dat is Schopenhauer. Dat is Schopenhauer ten voeten uit. Ik vind het zielig voor de vis. Ja. Ik weet niet of Schopenhauer veganist was. Dat zou me niets verbazen. Ik weet wel dat Schopenhauer graag een glaasje wijn dronk. Hij was een frequent bezoeker van het theater. Schopenhauer heeft ook gezegd, hè, zo pro-Bijbel dan, hè, dat hij zegt, ja, die regel in de Bijbel, dat als mensen samenkomen in een kerk, dat dan de dames de mond moeten houden. Nou, dat vind ik eigenlijk wel een goed idee. En ik ben er dan voor om dat uit te breiden, dat het niet alleen geldt voor de kerk, maar ook voor het theater. Schopenhauer. Oh man. Ja, die man. Ik doe er nog één. Van Schopenhauer. Oh, ik ga er trouwens, daar ga ik een andere over houden. Nee, die ga ik niet verklappen. Dat is, ik maak een nieuwe nieuwsuitzending. En die gaat dus helemaal gewijd aan Arthur Schopenhauer. En Hegel. Ja, maar dat doe ik dan de volgende keer, ja. Maar even terug naar het atheïsme dan, hè. Heb ik het nou voldoende uitgelegd? De frase God bestaat, is slecht geformuleerd. Het is ook als vraag, bestaat God? Dat kan ook niet, die vraag kan je niet beantwoorden, want de vraag is verkeerd geformuleerd. God is de entiteit, het ding, de zaak, de whatever. En dat is de oorzaak van hemel en aarde. En toen hij de hemel en aarde veroorzaakte, toen begon de tijd te tikken. Dus precies op dat moment dat hij de hemel en de aarde maakte, hij, zeg ik maar voor het gemak, dat ding, die entiteit, toen begon de tijd. En als straks alles voorbij is, stel dat dat zo zou zijn, voorlopig is dat nog niet aan de orde natuurlijk. Want volgens de Bijbel zijn we nog niet eens halverwege, want Christus moet nog terugkeren. Dus. En als straks alles voorbij is, dan is God degene die er nog is. Want hij was degene die er was en hij is daarmee ook degene die zal zijn. Dat zit in de Bijbel en dat, ja, dat is dus God. Maar die maakt geen onderdeel uit van het bestaan. En die veroorzaakt ons. En daarom moeten wij ons moreel gedragen, omdat wij kinderen zijn van hem. En alles om ons heen is ook een kind van hem. Maar dat geldt over de hele schepping. Door Adam en Eva, dat waren veganisten. Ja. Door in het paradijs dan, hè. Dus voordat het gezeik begon dat Eva zo lekker eigenwijs ging lopen doen. Van ja, God zegt het wel, maar ik heb daar mijn eigen idee over. Eva in de bocht. Ja, ha, ha, ha. Het staat allemaal in de Bijbel. Maar wij moeten terugkeren op ons pad. Maar in het Oude Testament, voor die zondeval, toen sliep het lam, dat sliep naast de leeuw. Die werden 's morgens s'avonds wakker en dan zei het lammetje van, nou, ik ga eventjes wat snacken. Zal ik van jou ook wat meenemen? Oh, zei de leeuw, ja, ik kan er even liggen hoor. Nou, zei het lammetje, is niet erg joh. Nou, dan ging zo'n lammetje even lekker op zoek naar lekkere dingen. Pruimen of zo, wat bananen. Nou, en dan ging hij eerst zelf een beetje eten en dan even wat meenemen voor de leeuw. En dan ging dat lammetje met pruimen, bananen of lekkere noten ging die naar de leeuw en zei hij, hier ontbijt. Maar nou moet je wakker worden hoor, dan gaan we lekker samen spelen. Dat was het paradijs. Ik vat het maar even samen in kinderpraat, snap je? En alles wat was, dat kan een keer terugkomen, namelijk. Alles wat nooit was, ja, waarom zou dat terugkomen? Hè? Waarom zou dat wel gebeuren dan? Hè? Zo moet je dat zien. Dus als atheïst heb je dus je hebt een geloof wat niet gebaseerd is op een wezenlijkheid. En je hebt een heel groot probleem met het begrip moraal. Waar moet je dat op baseren? Tja. Maar gelukkig hebben we dan Schopenhauer nog. Ik ga lekker wat thee erbij maken. Dan ga ik een mooie nieuwe maken over Schopenhauer en Hegel. En jullie zeg ik, hè, op zijn Duits. Hè? En het gaat er allemaal over Duitsers. Hè? Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger. Helaas is Hegel ook een Duitser. Maar ja, Duitsers hebben op meer punten pech gehad. Ja, ja, dat, je kan niet zeggen dat de Duitsers, ja, die hebben pech gehad met Hegel, dus deugen de Duitsers niet. Ja, dat kan je natuurlijk niet maken. Hegel had ook een Limburger kunnen zijn. Ja, ik wil die Limburgers niet... Hegel had ook in Bovenkerk geboren kunnen zijn. En daar ben ik ook geboren. Kijk, dan leg ik de schandvlek neer bij mijn eigen nest. Oh, als Schopenhauer dit zou horen, dan zou die moeten grinniken. Ja. Hey, jongens, hartstikke bedankt. Moet eindigen, hoor. Dit is een mooie beschouwing. Voor een beschouwing al veel te lang. En ik zeg op zijn Duits, tjus en dag lieverds.